We zijn. We zijn nu weer in Colombia. Nu zijn we in Bogota, niet in Medellín dit keer. En we gaan verschillende dingen doen. We gaan vissen voor tucunaris, payaras en een catfish die Joe heet. Nou, Alejandro gaat een beetje uitleggen wat we nu gaan doen, hoe lang we gaan rijden, hoe lang we gaan vliegen en naar waar we precies gaan. Alejandro, please explain what we're going to do right now. What are we going to do? We'll be in a long trip now. We need to take a bus about 3 or 4 hours to get Villavicencio. It's a small town, and tomorrow we fly very early to get to the jungle. What time do we fly tomorrow? 7 a.m. And how long is the flight to? It's about 2.5 hours. And you said the place where we're going is called where? Inirida is the town. Inirida. 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 Yeah. We're going to approach Inirida, and that is the grens van Venezuela, Colombia and Brazil. It's on a bay where the Rio Negro begins. And yes. That's how. And then we're going to take then several boats to get the Caño Bocón River, about 4 hours by boat. Well, we're going to Caño Bocón and we're going to monster tucunaris farm. Yes, I think. We are here in Villavicencio. Here? Yeah, this is the place where we're going. Caño Bocón. And where's Bogota? Bogota is here. Yeah. So we drove from here to here and we're going to fly to here. Mm-hmm. To here. To here. Take the boat. This is Venezuela. Venezuela. This is Brazil. Here's the start of the Rio Negro. Here's the beginning of the Rio. Yeah, okay. Here's the Ospron from the Rio Negro. Ik heb hier de Inirida rivier. We hebben 2,5 uur hier gevlogen vanuit Pila, whatever de naam van het stadje is, dat vergeten. En dan gaan we dus nu 2,5 uur varen naar een andere rivier, de Rio Caño Bocón, waar onze kamp al opgezet is. En dan even een paar dingen in orde maken en een beetje vissen vandaag. Een paar uurtjes en dan morgen volledige dag vissen. In plaats van 2,5 uur hebben we misschien 3 uurtjes en een kwartier gevaren. We zijn way up in de Caño Bocón rivier. Het water ziet er geweldig uit. Zwart water, dus geen insecten. Althans stekende beesten zoals moskieten en die vliegjes die je bloed zuigen, hebben we hier niet. Als je daar kijkt, zie je onze tentjes waar we gaan slapen. Onze hengelgear in orde maken en een beetje gaan vissen. Of we nog anderhalve uur. Misschien dat we vandaag helemaal niets meer doen. Maar wordt het morgen dan. Ziet er goed uit. Long trip. Eén dag één. Eén dag één is goed. Als je het ademt, maar het is, je hebt niet zo ver en het is zoveel afgegaan. Ik heb een goede palaag, maar ik heb ook gestaan. Dan pikken de animalitos. Het is gestaura pikken. Eerste ochtend. We gaan dus nu eindelijk gaan vissen. Gisteren hebben we misschien 2 keertjes gegooid gewoon om even een paar dingen te testen en zo hebben we niet gevist. Het is nu
half zeven. We zijn een beetje laat. Het is de eerste dag en er is niet zo'n houseboot of wat. Dus we moeten alles schoven en daarna hier. Het heeft in de nacht behoorlijk gewaaid. Een beetje geregend. Dus we zullen kijken wat er gebeurt. En hopelijk als je zo binnenkomt in de lagoon. Dat je wat beweging ziet. Vissen rossen en zo. En dan, als je dat ziet, dan is je de juiste lagoon uitgepikt. Est-ce qu'on peut lui faire une bande d'un? Oh, oh! Ah, c'est taillé! Oh! Oh! Ez a korona, élem a korona. Ever. Deze hou gewoon gooien, hè. Dale. Er zijn kleintjes hier. Met een grote toekonaai die ze beschermen daar. Dus we proberen in de buurt te gooien daar. Si. Oi, ai, mooie vis. Bonito. Bonito. Grande. Ik heb me vergist, hoor. Hij zwam naar me toe. Geen slecht hiervan. Je haakt het niet geweldig vast, hè. Sí, ahora, mamá, ya. Mira, dale. Uy, cuidado. Bueno, papi. Papón.
here in Colombia en un mar espabón. En un need to star. Y... ¿Qué es el idioma de tuyo? Puinave. Puinave. En Puinave es de San. César Frank San. En we kunnen haak of een spand om te krijgen. Hij is racer. Zie je? Dat is de eerste kerst, by the way. Boga. Hij is racer van deze vis. Gaan we even schoonmaken. Hij is racer. Hier gaan we ook vissen een van de funny tongen die ik ga op deze vissen. En dit is een payara. We hebben een kleine soort in Suriname die zomaar lang werpen, maar zo wordt. Deze papjes worden 40, 50 pond kunnen ze worden. En kijk naar deze tanden. Dit beest is gemaakt om grote dingen te eten. Wat hij doet, hij staat schuin zo, pakt hem van onderen. Pakt hem van onderen. En dan slikt hem gelijk op. Hij bijt niet in stukjes, hè. Payaras kunnen 2/3 van hun lichaam size kunnen ze opslikken. 2/3. Dus een vis die bijna 2/3 is, kunnen ze opslikken. Haha, payara! Dag 2, eerste lagoon. We gaan gewoon weer opnieuw choppen. Kijken of we die mijn record van 22 pond kan overtreffen. Ik hoop het wel. Dus ik zit met César in de boot en hij op een of andere manier vangt hij altijd de grootste in de lagoon. Maar gisteravond heb ik mijn Indiaans dansje gedaan. Dus zout is van me. Ik heb ze geluk overgenomen. Hopen dat het vandaag lukt. Net een geweldige strijk gaat hier. Die is een grote monster. Het kan ook een grote borbulletten geweest zijn. Hè? Maar ik vis met die super grote white light, subsinking. En man oh man, dat ding werkt. Eerst een boy gehad, doorgegaan met werken en gepakt. Mariposa grande. Dit is niet een favoriete kunstaas van vele vissers hoor, omdat het groot en zwaar is. En je hebt een heel stevige stok nodig om mee te... om het te laten walken. Maar het resultaat soms is... Hoi, hoi, grande. Goeie achter me, Ga grande. Yellow. Ik wist hem. Heeft de hele boot naar het bos getrokken. Oké. César heeft nog voor me geroepen. Met die hele grote subwok. Die ik trouwens niet leuk vind. Maakt je moe. Hoe grande. Grote.
letterlijk uit het bos. Er waren twee. Dat is de grootte ervan. Ik heb het helemaal verkeerd. De sterke vis. En ik heb hem niet goed. Nee. Shaki! Ah, kijk die papi! Yes! Woo! Met de chopper! Woo! Kijk, voor dit komen we naar Colombia. Vissen we de hele dag om deze trofeevis te vangen. Yes. Mooie papi hoor, kijk die kondo. Maar, oei. Gaan we even releasen. Weer een behoorlijke boil hard achter mijn wiggly. Het is geen feeding reaction. Normaal slikken ze wiggly direct hoor. Als je een wiggly is. Wiggly is een silicone bait designed by Larry Dalbert. Die ik nu ook zelf maak. Het is een geweldig kunstaasje. Hij laat hem meer details geven ervan. Nee, dat is niet alleen maar. Oeh, maar moet je aan de mas. Bonito. Het is power, hè. Even. Vamos. Primera línea. No. Primera la línea. Sí. Sí. Listo. Ok, dale. Ok. Ok. Now la mini base. Dit is Wiggly. En als je ziet, heb ik hem heel slim verbonden. Hij is door een oogje op mijn touw. En dan maak je die haak vast. En als die vis bijt, gaat die haak hieruit. Want de kunstaas goed blijft. De silicone niet bastert. En het resultaat is een vis aan de haak. Una catera. Upgrade me better. Oh, sun. Sansito. Okay, entra de barra, es que mariposa. It's coming up. Wiggly. Je hebt hier twee soorten tucunaris, maar je hebt hier die mariposa, borboleta, wat we butterfly peacock noemen. De Latijnse naam, de scientific name, is Chicala orinocensis. Hij heeft drie rondjes gewoon. Lijkt een beetje de Surinaams, maar niet dezelfde. En dan heb je nog die Chicala temenensis. Ja, de triba, die grote triba tucunari. Hier noemen ze dat san. De Indianen noemen het san en die mensen in Colombia noemen het pabon. Pabon is het Spaanse naam van peacock. Dus dat zoeken wij. Wij zoeken die pabon.
warm to us. Hij is nog groen, hè? Ik durf niet naar die boot te brengen. Ik weet gewoon hoe ik zijn bek te huis kan brengen. Kan hij last houden uit de oren klimmen en kan hij mijn touw snijden of wat? Groot beest. Woe! Ik durf niet naar die boot te brengen. Dat is te laat. Atoe, kijk aan. Ja, hoe is het? Ja? Segura línea, no, segura línea primero. Ok, dale. Bien malo. Papi. Un perspective here, ¿eh? Un jugador de bases. Mooi een paar foto's van deze papier en gaan we nu loslaten. Ja. Colombia, Tucunare, Pabón.